Dag, mijn lieve soulsearchers. Mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve weegschaal. Voor midden mei tot midden juni 2024. Het is een algemene reading. Dus neem wat voor je past en laat de rest liggen. Kijk zeker ook naar het sterrenbeeld dat in jouw maan, jouw Venus of dan wel je ascendant staat. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik ga hier een algemene reading doen waarbij ik professioneel, financieel en de liefde ga bekijken voor de komende periode. Ik ben nieuwsgieriger dan dit, dus ik ga hier nog een uitbreiding van maken van op zijn minst een half uur, waarbij ik overal nog extra kaarten ga leggen en in de liefde een splitsing ga maken tussen de singles, de koppels en de gecompliceerde connecties. Dus mocht deze reading voor jou resoneren en wens je meer informatie, mag je me volgen. De link vind je in de beschrijving van deze video. Oftewel op mijn website www.soulsearch.be, waar ik ook te boeken ben voor privé readings. We gaan het even zien voor mijn lieve weegschaal. We hebben vrede, een oneindig verhaal en oost-west thuis best. Oké, heel mooi. Vrede. Heb vrede. Voor mij spreekt dit over in totale acceptatie iets loslaten. Een persoon loslaten. Een vredig einde. Zodat er ruimte gemaakt wordt voor een nieuw begin. Oké, een vredig einde voor een nieuw begin. Of vrede hebben met inderdaad de dingen zoals ze zijn. Zodat, ja, een vredig nieuw begin. Oké. Oneindig verhaal. Een beetje een vastzittende energie waarbij je in je hoofd een beetje continu zit van ja, nee, misschien zou ik wel, blijf ik hier, ga ik door. Een oneindig verhaal in je hoofd dat zich maar blijft afspelen. Het is nummer 37, dus samen is dat 10. Dus het is eigenlijk wel de bedoeling om dit oneindig verhaal te beëindigen, zodat je uit je hoofd komt en uit dat gepieker komt. En dan heb ik oost-west thuisbest. Het gevoel van thuiskomen, je plek kennen, weten waar je thuis hoort. Voldoen aan de verwachtingen die er zijn. Je weet dat je op je plek bent. Je weet dat je aan de voorwaarden kunt voldoen. Dat je gewaardeerd wordt voor wie je bent en de plek die je daarin neemt. Thuiskomen. Oké. Sommigen gaan verhuizen. Oké, we gaan eens even zien. Dus ja, tijd om een oneindig verhaal te beëindigen. In vrede iets los te laten. Om wellicht thuis te kunnen komen. We gaan het zien. Professioneel, wat is de belangrijkste boodschap? Ik ga deze een beetje draaien. Het is jammer van het draadje, maar ik was het donkere tafelkleed een beetje beu. Professioneel, wat is de belangrijkste boodschap voor mijn lieve weegschaal? Voor mij in juni 2024. Professioneel, wat is het? Mag ik weten? Zit er eentje. De 10 van pentakels. Doe maar ruig. Overvloed, stabiliteit, dat thuiskomt gevoel. Een 10 pentakels is ja, iets dat op de langere termijn de tand destijds overleeft. Een soort van legacy, een soort van nalatenschap opbouwen hier. Thuiskomen. Overvloed creërende. Heel mooi. Financieel mag ik ze willen spreken. De zon. Hier ondersteboven. Misschien overschatten we hier onze financiële situatie een klein beetje. We doen alsof we rijk zijn, maar het is het toch niet helemaal. De zon namelijk ondersteboven kan spreken over de schone schijn voorhouden. Dus hier dan in het financiële. Overschatten. Dus we overschatten de financiële situatie een klein beetje. Oké. En dan in de liefde. Wat mag ik weten in de liefde? Een vorm lieve weegschaal. De aas van pentakels en de schildknaap van pentakels. Oké. Ik heb hier een nieuw begin. Een cadeautje van het universum. In de effectief, dat kan een nieuwe plek zijn. Een nieuw een kind. Zou het zeker ook kunnen zijn met de schildknaap van pentakels. Een kind dat een nieuwe opleiding gaat doen. Of jij. De schildknaap van pentakels is leergierig, nieuwsgierig. Dus het kan zijn dat je hier inderdaad nieuwe zaadjes plant. We hebben hier een opportuniteit en je neemt die aan. Dus dat kan nieuwe liefde zijn. Maar aangezien het pentakels zijn, stiermaag, steenbok, energie. Iets dat de tand destijds wellicht zou kunnen overleven. Want het is tastbaar, het is concreet. We willen leren, we willen groeien. Dus een nieuwe opportuniteit, een gouden kans waarin we kunnen leren en groeien. Heel veel pentakels. De focus zit hem hier op het materiële. Oké. We zullen het zien. De 8 van kelken. Dat was de dagkaart van vandaag.
Iets emotioneel achterlaten dat ooit voldoeninggevend was, tevreden, maar nu niet meer. En we gaan hier op zoek naar het geluk, naar de zon. Overschat je situatie niet. Naar je levensmissie. Maar daar laten we dus inderdaad iets voor achter ons. Oké. Okay. Op zoek naar de zon en daar gaan we dan naartoe. Theatraal een nieuw begin. Oké. Okay. We gaan het zien. Dus professioneel hebben we de 10 van pentakels. Overvloed, stabiliteit, een hele stabiele structuur. Wat mag ik weten met de 10 van pentakels? En professioneel is dus alles wat met het doen te maken heeft. Dus het kan ook inderdaad een huis zijn wat we hier inderdaad... verhuizing, kopen, ja, bouwen. Oké, ik heb al grote arcanes. De hermiet, maagd energie, het rad van fortuin. Leeuw, stier, waterman en schorpioen. De goddelijke timing. Het tij keert hier. Positieve veranderingen. Maar met de hermiet is het ook wel... Je trekt je terug. Je zoekt de antwoorden binnenin jezelf. Dat mag ik nog weten. En de ridder van zwaarden. Misschien kom je hier uit een periode van terugtrekken. Introspectie. En is nu de goddelijke timing om met de antwoorden die je hebt vergaard, nu vol gas vooruit te gaan. De ridder van zwaarden is iemand die weet wat hij wil, die heeft het heel helder en die gaat vol gas vooruit. Kijk niet achterom. Op goddelijke timing. Dus hebben we hier neem je hier de tijd om introspectie te doen. Om te weten wat jou nog bezielt, waar je nog hoop naar de toekomst voor hebt, wat je nog wilt opbouwen, waar je naartoe wilt. Neem je de tijd om de antwoorden binnenin jezelf te zoeken. Om dan op goddelijke timing vol gas vooruit te gaan. Verklaar de ridder van zwaarden, want er kan ook wel informatie zijn dat jouw kant op komt. Verklaar de ridder van zwaarden. Ik moet zeggen, met het 10 van pentakels heb ik hier ook wel dat oost-west, thuis-west, dat thuiskomgevoel. De hoogpriester. Onconventioneel, rebels. Anders dan de maatschappij dat verwacht. Ik heb het gevoel dat je hier op termijn, de 9 van kelken en de magier, ik heb eerder het gevoel dat deze ridder van zwaarden jij bent. Na een tijdje inderdaad van heling, introspectie, terugtrekken, dat nog plaats moet vinden of plaats gaat vinden hier, krijg je bepaalde antwoorden waardoor je het heel helder hebt wat je wilt. En wat je wilt is uit een funk te komen, uit een iets dat teleurstellend is, iets dat geen droom is die uitkomt, iets... Ik heb hier een contractbreuk met de hoogpriester. Met de magier. Je creëert hier een nieuw begin. Je hebt alles in eigen hand om je eigen realiteit te creëren. Je gaat richting een droom, maar misschien zit er een klein beetje een teleurstelling in deze droom. Want je manifesteert hier met angst. Of er is een manipulerende energie. We zitten in een structuur dat emotioneel niet voldoeninggevend is. En op termijn heb ik hier voor mijn gevoel inderdaad een contractbreuk. Dus je gaat hier op zoek naar wat je eigenlijk wilt, wat jou bezielt, waar je de hoop nog kunt vinden hier. Trek je terug om op goddelijke timing vol gas vooruit te gaan. Maar ook dat vooruit gaan is wat ik zeg, of een contractbreuk, iets beëindigen dat emotioneel niet voldoeninggevend is en waar je een beetje in een hoek gedreven voelt, een beetje gemanipuleerd in voelt en wat een teleurstelling was. Of dan wel, wat jij gaat doen is totaal out of the box. Onconventioneel, je schopt hier een beetje tegen de regels van de maatschappij. Doet de dingen op een andere manier. Dus ja, en op de een of andere manier met het 10 van pentakels heb ik stabiliteit, overvloed, het thuiskomen. Dus het tij keert, maar voor mij is het ook zeker met de hermiet en
het Rad van Fortuin. Dit is een soort van karmische les die je leert. Omdat je even de antwoorden binnen in jezelf zoekt. Omdat je je terugtrekt. Waardoor het tijd kan gaan keren. Okay. Financieel hebben we dus de zon. We overschatten onze financiële situatie een klein beetje. De hoogpriesteres. Dat doen we ook nog eens stiekem. De hoogpriesteres, vissen energie ondersteboven. Spreekt over heel veel intuïtie hebben. Misschien vertrouw je niet op je intuïtie. Je hebt die wel. De vier van zwaarden. Oké. Okay. De vijf van staven, de ster en de koningin van zwaarden. Waterman, weegschaal, tweelingen, energie. Met de koningin van zwaarden en de ster ook waterman. De wereld. Voor mij ben je hier een levensfase aan het afronden. Dat kan een carrière dingen zijn waarbij we, de tien van pentakels kan spreken bijvoorbeeld over met pensioen gaan. Op goddelijke timing. Maar dan je weet je wel wat je wilt. Of dan wel, een contractbreuk, een nieuwe carrière ingaan voor nieuwe stabiliteit. Dus ja, hoogpriesteres, stiekem, we houden de informatie hier voor ons. Dus misschien doe je inderdaad alsof de financiële situatie super is, maar van binnen weet je wel, stiekem is het toch niet helemaal je van het. Met de ster ondersteboven heb ik hier iets dat geen hoop naar de toekomst heeft. Soms kan er spreken over depressie. Ik had hier al een behoefte om terug te trekken en te helen. Iets dat geen hoop heeft naar de toekomst. Iets dat niet meer in de sterren geschreven staat. En het kan zijn dat je de schijn nog heel even voorhoudt naar de buitenwereld toe. Maar intuïtief. En stiekem weet je al welke richting je op wilt. Als dat bijvoorbeeld met het professionele te maken heeft. Je weet dat de richting waar je je tijd en energie in hebt gestoken de afgelopen periode of de afgelopen jaren, dat niet meer voor jou in de sterren weggelegd is. En stiekem ga je een andere kant op. Maar je houdt het dus nog even voor je en je houdt de schijn nog even voor je. Want met de koningin van zwaarden heb ik hier een behoorlijk kritisch persoon. Het is zo. Het is een pittige tante hier. En met de vier van zwaarden, de vijf van staven. Ik heb hier een beetje concurrentie. Een beetje een strijd hier. En de vier van zwaarden. Na een tijdje van heling en rust zijn we wel klaar voor de strijd. Dus ja, ik heb nu een beetje te veel kaarten gekregen. Waardoor het eerder verwarring creëert dan helderheid. Dus na een tijdje van heling, rust, vakantie, pauze, terugtrekken. Ben je hier klaar voor de strijd? En die had ik hier ook. Het is precies alsof de goddelijke timing de komende maand er wel is. Na een tijdje van rust en pauze. Wat wil ik nu eigenlijk? Wie ben ik eigenlijk? Wat staat er nog voor mij in de toekomst weggelegd? En wat niet? Wat is er hopeloos en uitzichtloos en wat niet? Hier ben je klaar om ervoor te strijden. En ja, er is concurrentie. Ja, je bent niet de enige die die plek, positie of datgene wat je wilt creëren, wilt neerzetten. Er is concurrentie. Ik heb hier een beetje ellebogenwerk. Maar je hebt het hier heel helder wat je wilt. Even kijken naar de koningin van zwaarden. De koningin van zwaarden. Dat gaan we allemaal niet doen. Toch kijken. Kleine koningin van zwaarden. Voor het financiële. Voor mijn lieve weegschaal. Vaak een beetje, wat ik zeg, een kritisch persoon. En soms zelfs wraakzuchtig persoon. Dus een beetje de boze ex, de verbitterde persoon. De twee van kelken. Nee. De twee van kelken. Ja, dat kan spreken over een partnerschap. Een liefdevolle connectie, maar niet helemaal in balans hier. De dwaas. Ja, dat kan een belangrijk persoon zijn in je omgeving. Jij bent hier een zwaar vermoeiend einde aan het afronden. Dus voor sommigen is dat een burn-out, depressie, een zware energie. En op de een of andere manier, jij bent hier klaar om een sprong te wagen. Om een heel nieuw hoofdstuk aan te breken hier. En ik heb een kritisch persoon in je omgeving die jou een beetje dwarsboomt. Of die zegt van nee, maar dat is een stomme sprong. Dit moet je niet doen. Dit is.
Het gaat sowieso mis. Dit is een belangrijk persoon in je omgeving. Maar dit is iemand die heel kritisch en bevooroordeeld is over de sprong die je hier wilt wagen. En daarmee hou je het misschien voor je. Spreek je het niet uit en doe je ondertussen alsof... gaat een beetje door alsof je die sprong niet aan het wagen bent hier. Maar ik zie hier de sprong wagen. Ik zie ook wel iemand die dat niet helemaal... Ja, die dat een beetje veroordeelt. Wat er misschien een beetje een strijd kan creëren. Maar jij gaat die strijd hier wel aan. Oké, ben benieuwd. Laat het me weten. Welke sprong je hier wilt wagen. Ik ga dat zo meteen nog verder verklaren. Maar... In de liefde hebben we dus een leergierig nieuw begin. Een cadeautje van het universum. Een gouden kans met de aas van pentakels. Wat mag ik weten in de liefde? Voor mijn lieve weegschaal. Een opportuniteit dat hier op een dienblad wordt aangeboden. Waarin je leergierig en nieuwsgierig instapt. Waar je weet van, ik moet nog van alles leren om dit tot een, ja, iets vruchtbaars te krijgen. De koning van Kelken. Goedemorgen. Ik heb hier een liefdevolle koning. De rots in de branding. De negen van pentakels. Independent. Zelfstandig onafhankelijk. De vijf van pentakels en de ridder van Kelken. Oké, ik heb hier inderdaad... Oké. Voor sommigen is werk en privé gelinkt. Hebben we hier een liefdevol persoon dat jou ondersteunt in een zelfstandige activiteit die je wilt creëren? Of we gaan een zakelijke relatie aan met... Iemand die ons dierbaar is. En dat hoeft niet een partner te zijn, maar dat kan wel de beste vriend of vriendin, een familielid. Iemand waar wel liefde en gevoel bij is. Dus voor de singles heb ik hier een happy single persoon die emotioneel open staat. En wat betere tijden met zich meebrengt. Dat soms de vijf van pentakels kan spreken. Ik kan zeggen hoop op hereniging, maar nee, dat is eerder... Betere tijden. Ik heb hier iemand die heel stabiel is en die niet bang is om zich te binden. Geen bindingsangst, geen verlatingsangst. Ik moet zeggen, deze combinatie zie ik zelden. Dus ik weet niet of jullie inderdaad echt wel een cadeautje van het universum krijgen. Omdat je wellicht een bepaalde les hebt geleerd en karma hebt ingelost hier. Dus voor de singles heb ik een nieuw begin. En dit is echt wel een cadeautje. Voor de koppels kan het zijn dat we hier inderdaad een zelfstandige activiteit willen creëren. Onafhankelijkheid willen verklaren. Dat er een kind een onafhankelijkheid verklaart hier dat geld kost. Die wil zelf buitenshuis gaan studeren. En ik heb dus de ridder van Kelken. Hier ondersteboven. De prins of prinses op het witte paard. Ondersteboven kan het iemand zijn die inderdaad een beetje mooie praatjes verkoopt. Het is niet liegen en bedriegen, maar het is wel iemand die de waarheid een beetje mooier maakt. Dus we gaan eens even kijken naar deze ridder van Kelken. Het is wel een boodschapper van goed nieuws, een liefdevol bericht. Ik hou van jou, het spijt me. Zullen we samen, want betere tijden. De vier van pentakels, de koningin van pentakels. En de twee van zwaarden. Deze komt vertellen dat hij een keuze heeft gemaakt. Ik heb hier besluitvaardigheid, helderheid, tijd voor actie. Dus het is wel tijd voor actie. En effectief is het bijvoorbeeld, ben je in een stabiele relatie en is er een van de twee die zegt van oké, ik wil toch een zelfstandige activiteit creëren of iets erbij doen in bijberoep. Dan heb ik hier iemand die zegt van schat, ik ondersteun je. We moeten gewoon wat zuiniger zijn, geen enkel probleem. Die maakt, ja, en dan heb ik hier de financiële overschatting. Wij kunnen dat aan, geen enkel probleem. Ik draag je. Want op termijn gaat het ook voor betere tijden en inkomsten, nieuwe inkomstenbronnen zorgen. Dat kan. Is er hier een persoon dat moest kiezen tussen meerdere mensen? Heb ik hier iemand die een keuze heeft gemaakt? En daardoor deze komt vertellen dat hij je nooit heeft los kunnen laten. Um,
Deze persoon is wel een beetje onzeker. Zeker over het, ja, ik wou zeggen het materiële. Ik heb hier weer veel pentakels. De koningin van pentakels is voor mij de moederfiguur. Een persoon dat zich hier afhankelijk durft op te stellen. Financieel, materieel, emotioneel. Of dan wel onzeker is. Dus als we hier onzeker zijn over het financiële, heb ik hier iemand die helpt, die steunt, die adviseert dat we misschien een beetje zuiniger moeten zijn. Maar het is wel tijd om knopen door te hakken. Mag ik nog weten over deze koning van kelken? Zullen we kijken naar die betere tijden? Ja, vijf van pentakels. Verklaar de vijf van pentakels. De tien van kelken. Geluk naar moeilijke tijden. Oei, samen. Happy joy joy. Dus dit kan absoluut een familielid zijn dat financiële steun biedt hier. Of dit kan een liefdevolle partner zijn die zegt van, als we nu eens gaan samenwonen, dan hebben we financieel wat minder zorgen. En de drie van zwaarden en de koning van zwaarden. Ja. Deze betere tijden. En hier heb ik weer die koning van zwaarden. Hier was het de koningin van zwaarden. Dus ik blijf zo kritische mensen eromheen hebben. Vreed, wraakzuchtig, bevooroordeeld. Heel rationeel en zakelijk. En met de drie van zwaarden. Ja. Voor enkele heb ik een driehoeksverhouding dat hier tot een einde komt, zodat we samen kunnen komen. Dan heb ik hier iemand die een pitbull van een advocaat in hand neemt om een breuk in gang te zetten, zodat we gelukkig kunnen zijn. En ja, het gaat geld kosten. Ja, we moeten zuinig zijn, want er zit financieel nog iemand afhankelijk te zijn. Dus alimentatie of voor de kinderen of iets in die richting. Nieuwe zakenpartners, ja. Ik heb hier iemand die er een advocaat bij pakt, bijvoorbeeld, om samen gelukkig te kunnen zijn. Zo niet, heb ik betere tijden samen. Geluk naar moeilijke tijden, een samengesteld gezin of het samenkomen. Ja, op de een of andere manier creëert dat een verdriet bij iemand. Er is een breuk of een verdriet dat... Er is al een breuk geweest. Ja, ik zal straks eens zien wie die koning van zwaarden is. Maar ik heb hier het geluk op tafel. Een cadeautje van het universum, financieel. Een steun van een liefdevol persoon of partner of familie. Waardoor we knopen door kunnen hakken. Waardoor we onze onafhankelijkheid kunnen verklaren. Of een zelfstandige activiteit. In ieder geval stabiliteit kunnen creëren. Dus heb je je financiën overschat, heb ik hier toch wel een beetje een hulp. Zodat je een sprong kunt wagen hier. Jij of dan wel de persoon met wie je te maken hebt. Voor mijn lieve wezen. Wat is het advies voor de komende periode midden mei tot midden juni 2024? Tijd is fluide. Wat mag ik weten? Voor mijn lieve wezen, wat mag ik nog meegeven? Dus ja, tijd om een oneindig verhaal hier. Een knoop door te hakken eigenlijk. Ja, nee, misschien. Ja, ik heb een ja. De tien van zwaarden. De oplossing van problemen. Een last die van je schouders afvalt. Het einde van een verslaving of een medeafhankelijkheid. De tien van zwaarden is een pijnlijk einde. En voor mij is er een einde voor het geluk samen. Ja, ondertussen drie tienen. Alle vier de tienen, want de tien van staan had ik ook gezien. Maar ik heb hier iemand die dat einde, moeilijk einde, vermoeiend einde, burn-out einde, een beetje bemoeilijkt. Maar dan heb ik inderdaad zoiets van, of je laat je adviseren of laat je ondersteunen. Praat erover met iemand die je vertrouwt. Want wie weet heeft hij wel oplossingen. Wat mag ik nog als advies meegeven voor mijn lieve weekse? Dank u. De vier van lente. Wees dankbaar, je hebt zoveel te vieren. Gevoelens van diepe vreugde en geluk. Een gelukkig privéleven. En de keizer. Maak gebruik van logica en structuur om je succes te vergroten. Breng je zaken op orde. Een daadkrachtige, maar medelevende leider. De keizer, ram energie. Op een vaderfiguur. Een baas, een bedrijf. Een partner waar je op kunt bouwen.
meelevende leider. Oké. Breng je zaak op orde. Richting het geluk. Wees zuinig, overschat je financiën niet. Wat mag ik nog meegeven? Van mijn lieve weegschaal. Voor de komende periode. Ga in je kracht staan. Heel veel ramenergie. Ik had dat net ook met de weegschaal. Ga in je kracht staan. Wees moedig. Straal je licht. Ga in je kracht staan. Voor dit nieuwe begin. En sta open om te leren, om te groeien. Met de schildknaap van Pentakels. Misschien ga je, zeker persoonlijk, misschien nog een opleiding volgen of iets. Om een nieuw begin te creëren, professioneel, financieel. Dank je. Volharding. Vastberadenheid, volharding en geduld zullen je leiden tot een positief resultaat. Volharden, doorzetten en geduld. Het heeft tijd nodig om te groeien en te bloeien, maar blijf wel heel volhardend en vastberaden. Je plantjes water geven, de zaadjes die je geplant hebt, water geven. Vol vertrouwen dat dat tot een hele bloeiende tuin kan gaan worden. Dus wees vastberaden, hou vol en heb geduld en het zal leiden tot positief resultaat. Mijn lieve weegschaal, ik hoop oprecht dat je hier iets aan hebt. Laat het me weten. Ik ben altijd heel blij en heel dankbaar voor al jullie berichten. Ik ga hier dus verder op borduren, dus mocht je meer informatie wensen en mocht deze reading voor jou resoneren, de link vind je in de beschrijving van deze video. Zo niet, ik wens je een krachtige, volhardende periode toe. Het is tijd om een oneindig verhaal te beëindigen en thuis te komen. In vrede wellicht iets loslaten voor een nieuw begin. Een cadeautje van het universum, een sprong in het onbekende. Ik hoop oprecht dat je hier iets aan hebt. Ik stuur je alle liefde en licht toe voor de komende periode. Ik dank je wel voor het kijken en ik zeg tot snel.